Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolken over Nederland en met een oost- tot noordoostelijke aanvoer kunnen we ook al concluderen dat er in niet heel veel verandering gaat komen. Toch af en toe een klein beetje zon vandaag met temperatuur in de ochtend van een graad of 10. De wind waait uit het noordoosten en is meest matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En vanmiddag verandert er niet veel. Af en toe een klein beetje zon, maar vaak toch wolkenvelden. Op de meeste plaatsen is het droog en de temperatuur komt aan zo'n 14 of 15 graden. En vanavond hebben we dan in het zuiden misschien wat meer opklaringen. De rest van het land de wolkenvelden die nog steeds aanwezig zijn. En nog altijd blijft het droog. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we temperaturen van 13 of 14 graden, misschien 15 in het zuidwesten van het land. De wind neemt een fractie af. Er is af en toe wat zon, met name in de middag en met name in het zuiden van het land. En die opklaringen zorgen voor een koude nacht naar de zondag. Zondag overdag in de noordelijke helft van het land, misschien een buitje, en verder af en toe zon en nog steeds zo'n 13 graden op de thermometers. En het wordt een beetje saai, want na het weekeinde zien we daarin weinig verandering. 13 graden, af en toe zon, en de kans op neerslag is niet heel groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.